Goedemiddag, dames en heren. Vandaag ga ik een Franse oude aria doen van Gluck. Ik weet nooit zijn voornaam. Christoph Willibald von Gluck, geloof ik. Christoph Willibald von Gluck. Ja, en Gluck was, net als Monteverdi en Wagner, een van de grote hervormers tijdens de opera, of in de opera. Dus Monteverdi heeft als het ware de opera als eerste gemaakt. Weet je, als je het heel grof bekijkt. En dan zijn we in 1600. En dan rond 1750 tot 1800 krijgen we Gluck. Dat is dus de tweede helft van de 18e eeuw, ja. En toen was de opera namelijk een beetje verworden tot allemaal castraten die continu met allerlei coloratuur en bel canto eigenlijk alleen maar virtuositeit tentoonspreiden. Dat kan je heel mooi zien in de prachtige film Farinelli met Händel. En dan gaat het allemaal om coloratuur en om die mannen die hoge stemmen hadden en zo. En Gluck die wilde eigenlijk weer terug naar waar het Monteverdi om ging, namelijk om drama op muziek. En dat heeft Gluck ook gedaan. Dus die schrijft dan ook weer een Orfeo. Daar kennen we heel erg het bekende stuk van Che farò senza Euridice. Maar hij schrijft op een gegeven moment ook een stuk alceste, alceste, alceste. Het is namelijk op zijn Frans of op zijn Italiaans kan het ook gezongen worden. En toen ik in de ban was van Maria Callas en echt elke dag naar haar luisterde, had je zo'n cd, La Divina. En dan was nummertje 2 was een zwarte cd met zo'n wit Callas-kop. En daar stond die aria Divinité du Styx op. En dat is zo'n machtige aria. Dus ik denk, die ga ik vandaag voor jullie zingen. Even zoeken waar ik hem heb, want ik heb hem van de week gedownload, zoals dat heet. Ja, daar komt hij. Fantastische mooie aria. Ik ga zoeken of ik er een vertaling van kan vinden. En Divinité du Styx. De Styx is natuurlijk de rivier waarmee je naar de onderwereld gaat met zo'n bootje. Charon, geloof ik, met het bootje. Nou, zoeken we allemaal even uit. Veel plezier met Divinité du Styx. Divinité du Styx, Divinité du Styx.
Ja, dat was Divinité Justice, een oude aria uit de 18e eeuw. Ik vind het een heerlijk stuk, omdat ik kan laten horen hoe hoog en hard ik kan. Ha. En ja, dat is een echte klassieke aria, zou je dat zo kunnen noemen. Ik hoop dat u ervan heeft genoten en tot de volgende keer. Doei!